Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekencast, aflevering 103. Dit keer bespreken we het boek Propaganda, of Propaganda, als je het in het Engels zou uitspreken. En waarom die twee talen? Nou, het is de Engelse oorspronkelijke titel is die van Edward Bernays, Propaganda. En hij is nu in het Nederlands vertaald, of nou ja, nu, het is al eventjes geleden. Ja, Tony Broekhuis heeft dat gedaan. En dus we lezen de Nederlandse vertaling. Wat een, misschien nog een beetje onhandig is nu voor jou als je naar dit verhaal luistert. In de boekenwinkels is die eigenlijk niet meer verkrijgbaar. Dus als je een exemplaar wilt, dan zul je even naar zijn website moeten gaan om dat te bestellen. Hij heeft nog enkele exemplaren om dat te nemen. En het is een klassieker. Dus misschien zeg ik dat even alvast in de voorhand erbij. De ondertitel is: lees hoe je media kunt gebruiken. Ontdek het verschil tussen fake en echt nieuws en leer hoe je met nieuws mensen kunt motiveren en manipuleren. Een beetje een lange ondertitel, maar goed. Tony is ook tekstschrijver, dus Tony is een tekstschrijver, dus daar ligt het waarschijnlijk een beetje aan. Het boek is eigenlijk een soort twee delen, een soort lange introductie door Tony en het oorspronkelijke boek door Edward Bernays. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Overigens, hij leeft niet meer, dus in principe maakt het niet zoveel uit. Hij is in 1891 geboren en 1995 overleden. 103 werd hij. Ongelooflijk. Maar wat je dus ook kunt zien in dat jaartal 1891, dat is de 19e eeuw. En gestorven in 1995, dus... Hij heeft heel veel transities meegemaakt. Hè? Dus dat is wel heel bijzonder in zijn leven wat hij heeft meegemaakt. Geboren in Wenen. Volle neef van Sigmund Freud. Wat overal genoemd was in Wikipedia en alles leed. Komt dat telkens weer terug. Maar dat komt ook omdat Sigmund Freud heeft veel gedaan aan de massapsychologie. En daar maakt hij gebruik van. Dat komt in zijn boek terug. Hij is op een bepaald moment is hij met zijn ouders geëmigreerd naar Amerika. En dat was in 1890 ergens. En in 1892 is naar New York City en ze verhuisd. Dus daar heeft hij een heel groot deel van zijn leven doorgebracht. Wat ook grappig is, wat ik al zei, hij is een volle neef van Sigmund Freud. Maar dus de vader, Eli, was de broer van de vrouw van Sigmund Freud. Dat is ook bijzonder. Ze zijn Joden en die opa was de chief rabbi of Hamburg. Dus er zit wel een soort interessante geschiedenis in die hele familie, dacht ik me toen ik dat las. En ja, hij schrijft in dat boek en ook later in zijn leven, want ze heeft een aantal interessante documentaires zijn over die ik straks zal noemen. Toch ook wel een paar dingen waar hij spijt van heeft, die Bernays, waar hij aan propaganda heeft gewerkt voor dingetjes die achteraf gezien, we zouden kunnen zeggen, niet helemaal ethisch waren. Maar dat heeft ook natuurlijk met de kennis die je op dat moment hebt te maken. Zo was hij zeg maar een van de aanstichters dat vrouwen meer gingen roken. In ieder geval vrouwen publiekelijk gingen roken met een bepaalde propagandaactie. Maar daar komen we nog op terug. En in Guatemala bijvoorbeeld heeft hij ervoor gezorgd dat een democratisch gekozen overheid omver werd geholpen door een klant van hem, dus mede om een klant van hem tevreden te stellen, United Fruit Company. Ook dat was wel mede van zijn hand dat dat gebeurde allemaal. Dus, maar tegelijkertijd ja, was hij ook ondersteuner van de vrouwenbeweging, de ACCP. Dus hij heeft veel dingen gedaan op veel vlakken en probeerde aan de ene kant ethisch te zijn, aan de andere kant, achteraf gezien, als je dat dan terugkijkt, waren ook een paar dingetjes bij van je zegt, ja, dat had ook anders gekund. Dit boek schreef hij overigens in 1928. Dat is goed om te onthouden dat het boek in die tijd is geschreven. Wat Tony voor mijn gevoel goed doet in de vertaling van het boek, is dat je meenemen in die tijd, maar tegelijkertijd je bewust maken van die verschillen met die tijd. Dus hij heeft, die intro is heel erg goed, vond ik zelf. En ook de footnotes die hij noemt, die in het boek heeft verwerkt, laat je ook zien waar komen sommige verwijzingen vandaan van Bernays, waar zat erachter, zodat je een beetje beter begrijpt. Dus je krijgt ook een soort geschiedenisles met het boek, vond ik zelf. Ik vond het een interessant boek. Heel veel linken met de tijd van vandaag.
En tegelijkertijd ook een angstaanjagend boek bijna, dat je denkt van dat je dit kunt doen met elkaar. Dat was mijn eerste korte indruk. Tom. Ja, we zijn op het boek, of tenminste, ik ben op het boek gekomen omdat ik een. Ten eerste is het een klassiek boek, maar ik had het nog niet, ik had het niet gelezen, moet ik tot mijn schande bekennen. Maar struikelde er weer over omdat ik een documentaire zag op de BBC, The Sanctuary of the Self, 3,5 uur. En dat is een van de beste documentaires die ik ooit heb gezien. Moet ik zeggen, dus kan ik van harte aanbevelen. Ik zal ook een linkje wel in de show notes zetten. En ik vind die documentaire zo briljant dat ik dacht van, nou, ik moet nu eindelijk eens dat boek lezen. En moet ik tegelijkertijd erbij zeggen dat ik die documentaire van de BBC 10 keer beter vind dan het boek van Bernays. En daar gaan we dan dadelijk wel op in. Dus ik denk, en dat vind ik wel zeldzaam. Maar dat heeft waarschijnlijk gewoon ook met hem als persoon te maken. Dus hij wordt in die documentaire over allerlei dingen wordt hij geïnterviewd. Is daar heel open over. En dat maakt het dat je met een heel ambivalent gevoel naar die documentaire zit te kijken. En dat is bij die documentaire veel sterker dan in het boek zelf. Maar ik denk dat we daar dadelijk wel op in gaan. En dan kom je daar eigenlijk achter waarom dat boek zo relevant is. Dus eigenlijk zou het gewoon op de lijst van, ik weet niet, misschien de belangrijkste 50 boeken of zo moeten staan. Omdat hij eigenlijk gewoon de uitvinder is van de PR of van de propaganda. En dat doet, ik vind dat wel een verdienste van Tony Broekhuizen. Dat hij inderdaad, zoals jij net zei, die context ook schildert. Maar ook laat zien hoe. Ja, welke gevaarlijke kant dat heeft. Dus ik denk dat ambivalente, dat Tony dat ook heeft, omdat hij enerzijds een mediaman is en dan het nieuws maakt en weet wat trekt de aandacht. Hè. Dat is, hij heeft ook bij nu.nl gewerkt, et cetera. En anderzijds weet je eigenlijk gewoon dat je het publiek zit te manipuleren. En hij noemt die voorbeelden ook allemaal. Dus het is. Ik denk dat het eigenlijk voor iedereen een interessant boek is, omdat je elke dag ermee geconfronteerd wordt. En je bewustwording van ja, wat is nou eigenlijk nieuws en hoe word je, ik wil niet zeggen besodemieterd elke dag, maar wat zijn die mechanismen? Ik denk dat dat toch wel heel erg verhelderend werkt. Ik had de documentaire link al klaargezet, dus die komt zeker in de show notes. Ik had hem niet bekeken. Dat is wel jammer, nu ik jou er zo lovend over hoor. Oké. Ik had mijn uiterste best aan het boek te lezen voor de tijd. ik denk dat hij begint het boek met 12 quotes uit het boek. Want er zijn 11 hoofdstukken uit het oorspronkelijke boek. En ik ga die niet aan opnoemen, daar komen we zo meteen wel. Maar er zitten een soort 4-achtige hoofdstukken als een inleiding. Ik moet drie zeggen. Waarvan de eerste is dus 12 citaten. Dan heb je een stuk vooraf en dan heb je de inleiding van Tony. Maar die 12 citaten, ik weet niet, ze zijn echt zo uit het boek gegrepen dat ze soms ook daardoor de context missen. En het best wel lastig is om dat dan te zien. Een opvallende, dus een opvallende die ik had was om tot een beslissing te komen, is de eerste impuls kijken naar een vertrouwd leider. Dat wijst allemaal terug naar die massapsychologie van mij. En dan een ander, het publiek vraagt instinctief om een persoonlijkheid, om een opvallend bedrijf of onderneming te kunnen typeren. Toen moest Right. ik denken onder andere aan de Hidden Champions, waarbij het dus helemaal dus juist andersom is, waarbij dus die leider niet wordt getypeerd als bedrijf. Maar ja, het zijn ook Hidden Champions, ze zijn in principe daar verborgen. Zij zeggen juist, het bedrijf moet zichtbaar worden. Wat ik opvallend vond, was ook de onderdrukking van de slecht betaalde onderwijzer. Die vertelt over succesvolle zakenmensen en leiders. Wat hem eigenlijk dus nog verder in de pinari werkt, alleen al mentaal. In het vooraf zegt hij, Bernay deed zijn werk vanuit de overtuiging dat een stabiele democratische samenleving gebaat is bij ethische propaganda. En manipulatie. Het is, dat ziet hij als een ding. Hij zag het als een soort smeerolie in de competitie om ieders belangen in de samenleving onder de aandacht te brengen. Het is dus als een bedrijf dat doet, je hebt dan ook een competitie dat je al die dingen kunt belichten.
Maar ik weet niet of dat juist propaganda is, want propaganda zorgt er ook heel vaak voor om hele specifieke dingen te belichten en de rest juist weg te laten. Maar daar komen we nog op terug. Ik Misschien. vind dat hij een heel goede samenvatting heeft gemaakt in het stuk. Ja, ik denk misschien nog even om over die indeling. Ik denk eerlijk gezegd dat je beter eerst het boek van Bernays kunt lezen en dan de inleiding, zou ik maar zeggen, van Tony. Omdat hij, precies wat jij zegt, helemaal aan het begin al allerlei citaten uit dat boek haalt, dan heb je die context bijvoorbeeld helemaal niet. Dat is misschien nog wel even belangrijk. Dus hè, voor de mensen die het boek. Nee, ik zou eerst. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En dan ben ik benieuwd wat de mensen daar dan van vinden. Misschien toch nog even voor de framing, omdat ik vind dat het in dat boek. Ik weet niet of dat zo duidelijk. Want ik heb die documentaire dus wel bekeken. Misschien even om de context. Je hebt even de context van de tijd gegeven, jaren 20. En Bernays is, dat wordt in die film bijvoorbeeld heel goed uitgelegd. Bernays eerste baan was eigenlijk om met Wilson, of voor de Amerikanen, het Amerikaanse publiek eigenlijk te bewerken dat de Amerikanen die tot eigenlijk tot tijdstip, dus we hebben het over de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk isolationistisch waren en zeiden van nee, we bemoeien ons nergens mee. Dat werd door hem omgedraaid en dat had met framing te maken. En de slogan was, en dat is heel bekend geworden, dus iedereen die ooit geschiedenis heeft gedaan, die kent het wel, to make the world safe for democracy. En dat was de framing. Dus de framing was niet, we gaan oorlog voeren. Nee, we gaan iedereen bevrijden. We gaan de democratie ergens brengen. En dat zie je overigens nog steeds. Dus het is sindsdien helemaal niet veranderd. Als er ergens ingegrepen wordt door het Westen, dan gaat het altijd om, we gaan de democratie redden. We gaan mensenrechten en zo doen. Dat er misschien hele andere redenen achter zitten. Hè, dat laten we nu maar hier even weg. Olie of andere toestanden. Dat is wat er gebeurde. En wat hij merkte is, dat hij merkte, hey, die propaganda die functioneert hartstikke goed. Je moet het gewoon anders framen. En dan zegt hij, in die documentaire, en dat vind ik wel een mooi citaat, if you could use propaganda for war, you definitely could use it for peace. En wat hij dan eigenlijk doet is, dat hij die framing, of het nieuw framen, en wat naar de hand PR wordt, hij zegt dan van ja, dat woord propaganda, dat kunnen we niet meer gebruiken, want dat is door die Duitsers misbruikt. Hij heeft een hele andere betekenis gekregen, ik moet met iets nieuws komen. En hij is eigenlijk de uitvinder van dat woord public relations. En dat vind ik, wordt heel goed uitgelegd. En wat in die film is en wat in dat boek veel minder is, is dat die negatieve manipulatie, die Tony Broekhuizen in dat voorwoord wel uitlegt, die zit in het film, die zit in de film en die negatieve kant van Bernays komt in die film veel meer aan bod dan in het boek zelf. Dat is misschien even om de grote verschillen te hebben tussen de documentaire en de. En het boek van hemzelf, waar hij vooral eigenlijk uitlegt, propaganda is belangrijk. Als je boodschap wil uitdragen, dan komt hij met allerlei belangrijke dingen. Bijvoorbeeld dus ook emancipatie, dat komen we daar ook wel weer terug. Maar dat zijn de grote verschillen tussen die verschillende modules. En Tony Broekhuizen probeert eigenlijk dat ook uit te leggen. Maar als je dat boek nog niet gelezen hebt, vond ik dat best wel, ja, vond ik het een beetje verwarrend eerlijk gezegd. En wat ik wel wil, is toch even beginnen met die inleiding van Tony. Want hij heeft dan een stuk of 5 kleine hoofdstukjes, subhoofdstukjes daaronder. Er zaten wel een aantal opvallende dingen in die ik alweer passend vind in deze tijd. Eigenlijk een wat latere tijd dan het boek geschreven was. Bijvoorbeeld Walter Lippmann, die heeft het over de functie van het nieuws. En wat hij zegt is eigenlijk dat, eigenlijk is het een slecht instrument om elke burger zijn eigen opinie te laten formuleren over de samenleving en democratie. Waarom? We begrijpen gewoon dat beperkte karakter van het nieuws niet goed en de complexiteit van de samenleving niet als individuele. Dus we overschatten dan ook nog ons eigen begrip hierover en de publieke moraal en onze eigen competenties. Dus wat gezegd wordt, hè, zoals het geframed wordt, is het nieuws helpt ons om onze eigen mening te kunnen vormen. Nou, dat is maar zeer de vraag, want het nieuws is tegenwoordig sowieso natuurlijk altijd geframed. Het is altijd, nou ja, altijd, niet helemaal correct, maar wel vaak, zeg maar, wordt een kant belicht. Mm-hmm. En daardoor word je eigenlijk vanzelf daarin dus die kant op geduwd. En de vraag is of dat dan goed is. En een ander, het was een Amerikaanse naam, Susan Sontag. Die heeft het over beelden en verhalen. En zij zegt bijvoorbeeld, verhalen kunnen ons begrip bijbrengen, maar foto's doen iets anders. Zij achtervolgen ons.
En ze neemt een aantal foto's, een heel bijzondere foto in Bosnië. En dan als je die foto ziet, dan denk je, oh mijn god, wat is hier aan de hand? En je denkt het te begrijpen. Maar dat is, je hebt eigenlijk helemaal geen idee van de context. Je hebt gewoon een momentopname. En ze zegt, verhalen kunnen je meenemen. Die kunnen je echt context geven. En die kunnen het echt laten begrijpen wat daar gebeurt. Dus, en daarover zegt dan Stuart Ewan zegt, nieuws is dat wat de media maakt. Dat vond ik ook wel een interessante uitspraak. Want in principe, ja, media doet niet anders dan nieuws maken. Want er is een nieuwscyclus van 24 uur. En de ene dag slokt het nieuws van de vorige dag op. Het is een hele korte levenscyclus heeft dat nieuws allemaal. Dus ik vond dat wel een bijzondere stukje. Waarbij Tony bijvoorbeeld ook weer Follow the Money aanhaalt. Of hij heeft zelf daar Hij ook een schrijft artikel voor ook geschreven. daarvoor, ja. Ja, precies. Maar hij zegt, dus Follow the Money is dan het journalistiek op zijn best. Als waakhond van het algemeen belang. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ook wel een beetje het beeld is wat ik ervan heb. Als zij doen grondig onderzoek. Met name ook zeker in financiële kwesties rondom KLM, de boeren. Allemaal dingen die wij al vaker zijn besproken in deze podcast. En ik denk wel dat ze daar erg goed in zijn. Maar dat is ook natuurlijk maar een mening. Maar misschien moet je maar hem maar gewoon eens interviewen. Want ik vind het wel interessant wat je bij Bernays ziet, zie je bij hem ook. Enerzijds nu.nl en dan zeggen dat Follow the Money eigenlijk de waakhond is. Vind ik best wel interessant. Misschien nog even over, want ik weet niet of mensen dat kennen. Walter Lippmann is eigenlijk een van de allerbelangrijkste journalisten die er ooit is geweest. Dus mensen die daar iets mee hebben, die moeten maar zich daarin verdiepen. Of Wikipedia, het boek heet Public Opinion. Susan Sontag is waarschijnlijk een van de allerbelangrijkste columnisten ooit geweest. En het interessante is, en dat is misschien nog wel belangrijk om daar even dat voorbeeld te noemen. Omdat wat je eigenlijk zou willen is, als je zegt van nou, als je al een doel hebt met het bespreken van dat boek, dan gaat het eigenlijk erom, als je naar dingen zit te kijken, dat wat je ziet te scheiden van het metaniveau en je af te vragen als kijker of als lezer, waarom wordt dit element aan mij getoond? Of waarom wordt op deze manier ingezoomd op iets? En dat gebeurt elke dag, of het Gaza is of de Oekraïne, et cetera. En om even weg te blijven van de Oekraïne en Gaza, want dan wordt het allemaal heel snel heel politiek. Dan gaan mensen allerlei dingen daarvan vinden, dat willen we natuurlijk niet. Op bladzijde 22 gaat het over een foto. En dat doet Tony, vind ik, heel goed en zegt eigenlijk alles. Gaat het over een foto? Een Servische soldaat schopt terloops een stervende moslimvrouw tegen het hoofd. Het vertelt je alles wat je moet weten, staat er tussen aanhalingstekens. Het gaat om die blijvende herinneringen. Het gaat dan om een New York Times correspondent, maar het had ook Susan Sontag kunnen zijn. En hier, nu komt eigenlijk het belangrijke. Dus dan heb je die tegenstelling, het vertelt je alles wat je moet weten. En dan is de zin erna, maar natuurlijk vertelt het ons niet alles wat we moeten weten. Feitelijk vertelt de foto heel weinig. Behalve dat de foto een hel is en dat elegante jonge mannen met geweren in staat zijn om zwaarlijvige oudere vrouwen die hulpeloos op de grond liggen, misschien al dood tegen het hoofd te schoppen. Nieuws is niet de werkelijkheid. En dat is eigenlijk de kern. Dus als we nu naar het nieuws zitten te kijken, of het nou Gaza is of de Oekraïne, dan zie je dingen. En de vraag is, waarom zie ik dit? Dus alle beelden die we van Gaza zien, daar is waarschijnlijk 99% is vrijgegeven door de Israëli's, want niemand anders kan daar maar gewoon naar binnen lopen en dan filmen wat men wil filmen. Dus zeker als na de hand gijzelaars bevrijd worden, ja, want er wordt nu net onderhandeld, we zitten nu op 8 mei 2024, dan nemen we deze podcast op, zullen wij overspoeld worden, weten we nu al, met beelden van gijzelaars die in de armen worden gesloten door families en die worden. Dat wordt geframed, wat ze zeggen. En dan is de vraag van welke citaten worden door die beeldbuis aan ons gezonden? Dat is eigenlijk waar het om gaat. En het tweede voorbeeld wat naar de hand interessant is, ik weet niet hoe je dat precies wilt bespreken. Want het volgende hoofdstuk is dan agendajournalistiek en hoe daar in principe mee omgegaan wordt. Waar ik dan nog steeds heel erg nieuwsgierig ben. Want hij zegt dan op pagina 25 nu.nl plaatst tussen de 200 en 250 berichten per dag. Dus dan geef je ook een idee van waar je eigenlijk permanent mee overspoeld wordt. En die overinformatie, misschien moeten we nog het boekje van de correspondent hoofdredacteur bespreken. Nieuws dat geen nieuws was.
Hè, als een soort, dat zou ook wel weer goed passen, omdat de dingen die wel relevant zijn en lange termijn zijn, duurzaamheid, jouw thema, et cetera, daar is het heel moeilijk om goede dingen over te lezen, maar je wordt permanent overspoeld door allerlei kleine nieuwsfeiten die eigenlijk gewoon helemaal geen nieuwswaarde hebben. Ja. Nee, dat deel heb ik voor de rest niet zoveel over opgeschreven voor mezelf. Wat ik wel had, was het deel wat daarna komt. Over wat jij zegt, hè, als het in de oorlog gebeurt, kan het ook in vrede gebruikt. En dus na die Eerste Wereldoorlog is er een soort overcapaciteit bij die fabrieken in de VS. Ja, dus er worden producten geproduceerd en eigenlijk is er geen vraag naar. Dus hij gaat erover van burger naar consument. Over hoe ze eigenlijk al die goederen kwijt kunnen bij die consument. De vraag die ze op dat moment hadden, hadden de mensen al niet genoeg spullen? Mensen kochten alleen wat ze nodig hadden. En de goederen werden aangeprezen in functionele zin. Dus eigenlijk was de vraag die ze zelf hadden, ja, hoe kunnen nou mensen nog meer spullen aansmeren, terwijl ze het eigenlijk normaal niet nodig hebben, want ze hebben het niet nodig. Dus dan zeggen ze, met de massaproductie werd het belangrijk om de begeerte naar producten op te wekken, omdat fabrieken ongevraagd die producten bleven uitspugen. Zo staat het in het boek. Ik vond het helemaal beschreven. Van een maatschappij gebaseerd op noden naar een maatschappij gebaseerd op wensen. Mensen moeten worden geleerd om meer te wensen. Om nieuwe spullen te willen hebben voordat de oude spullen volledig zijn gebruikt. Nou ja, en als jij dan net over dat thema duurzaamheid hebt, zie je de problematiek waar we nu in zitten. Want dat is wel wat propaganda, reclame, marketing, propaganda doet. Het is, zij werken een begeerte op over iets wat er eigenlijk niet is, of iets wat niet nodig is. Dus dat is het heel bijzondere in het verhaal. En dan zie je bijvoorbeeld die beroemde campagne die hij heeft genaamd The Torches of Freedom. Zij kreeg vrouwen in het openbaar aan het roken. Onder andere door te zeggen, neem een sigaret in plaats van een toetje na de maaltijd. Want dat houdt je slank. Dus de framing is heel bijzonder. Maar dat gebeurt natuurlijk continu in propaganda. Dus dat is heel erg mooi. Ja, maar het gaat bij dat roken nog veel verder. Of ga je iets zeggen over Sigmund Freud? Nee, dat mag jij doen. Oké. Nou, dus ik zou zeggen, wat Tony Broekhuis doet, is eigenlijk dat hij min of meer in dat voorwoord de samenvatting geeft van die BBC-documentaire. En die Torches of Freedom. Met die vrouw, hij krijgt die opdracht ook van, ik weet niet, American Tobacco. Ja. Want de helft rookt niet, dat zijn die vrouwen, en zeker niet in het openbaar. Maar wat doet hij? En dan is die link met Freud ook zichtbaar. Hij vraagt aan een psychoanalyticus waar dat eigenlijk aan ligt. Wat betekent roken eigenlijk? En dan zegt hij van ja, de sigaret is eigenlijk het equivalent van de penis. Het gaat om seksualiteit. En dan wordt dat verder uitgelegd met vrijheid en emancipatie, et cetera. En dan worden vrouwen geëngageerd daarbij bij een mars. Op een gegeven moment dan de sigaretten op te steken en dan alle fotografen worden geïnformeerd, et cetera. En dan wordt het een nieuwsitem en dan is roken is gelijk aan vrijheid, hè? Freedom of torches of freedom. En vrouwen, en dus je gaat roken om ook te laten zien dat je geëmancipeerd bent, et cetera. Maar er zit nog steeds dat seksuele element in. Wat we uiteindelijk, waar kennen we het allerbeste van, is het aantal PS in een auto. Dus ik bedoel, als je het hebt over masculiniteit. Hè? Bedoel, daar worden natuurlijk altijd heel veel grappen over gemaakt. Hoe meer PS, hè, hoe kleiner je. PK in Nederland. PK. Dat is in principe uiteindelijk een soort. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat natuurlijk dus zo interessant is, is dat hij eigenlijk dat Freude, of dat van zijn oom, van Freud, die onbewuste verlangens, hè, maar dat is seksueel geconnoteerd. Dat is wat bij roken bijvoorbeeld daar ook gebeurt. En dat is natuurlijk ja, precies zoals jij dat net beschrijft. Het gaat dan om het voor elkaar te krijgen dat dingen die je niet nodig hebt, dat je die toch wilt hebben. En dan, trained to desire. Mensen worden daarin getraind. En je zit ernaar te kijken en zegt, nou, dat moet ik ook hebben, want dan ben ik mannelijker. Dus ik moet ook een zoveel PK hebben, of ik moet die auto moet ook grijs metallic zijn, et cetera. Het moet ook off the road kunnen. SUV, hè? Niemand rijdt met dat ding off-road, maar het ziet eruit alsof je door het oerwoud kunt, want je bent eigenlijk gewoon weer Tarzan als je in die auto zit. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan sluit ik wat mij betreft die inleiding af, maar Bernays zegt dat de democratie
zonder kapitalisme niet kon bestaan. In een kapitalistische maatschappij kan alles werkelijkheid worden. Dat is wat hij daarover zegt. Ik vond het wel een bijzondere verhaal. En dus wat mij betreft gaan we nu door naar het echte boek, maar of tenzij jij nog iets hebt. Nee hoor, het is, laten we dat maar doen. Oké, de eerste hoofdstuk, hoe je chaos structureert. Voor mij ging het vooral over de democratie en de onzichtbare leiders achter democratie. Hè. Dus de mensen die echt op de achtergrond eigenlijk het geheel orchestreren en eigenlijk in controle houden. Er is heel veel informatie, zegt hij, en door deze keuzes te verkleinen door wijze leiders, dus dat je de wijze leiders, zeg maar, intellectuelen de keuze laat verkleinen, wordt het eenvoudiger voor het publiek om te kiezen. Dat is wat hij zegt. En niet alleen het kiesstelsel, het gaat over alles, natuurlijk informatie, wat je naar mensen brengt. Maar wat hij zegt is, hij denkt dat mannen, natuurlijk in die tijd was dat natuurlijk vooral mannen, dat je wijze mannen nodig hebt om het voor de gewone man beheersbaar te houden, het leven. Dat is een beetje wat ik er had uitgehaald. Ja, dat ben ik met je eens. Hij zegt op bladzijde 87: de keuzes tot overzienbare proporties worden verkleind. Het moet heel simpel zijn. Dat zie je natuurlijk, waar zie je het allersterkste? Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus als je bijvoorbeeld afvraagt van. Ja, heb je niet twee keuzes? Ja, en vooral ook van met wel de slogan: Make America Great Again. En dan is de vraag van ja, wat is eigenlijk de slogan van de Democraten op dit moment? En dat is. En dat is. En dat is ja, dat is de kunst. Hoe kun je complexiteit vereenvoudigen? En dat doe je natuurlijk bij reclame ook. Ja. Oké, de nieuwe propaganda. Aan jou. Eens even kijken wat ik hier heb opgeschreven. Ja, wat interessant is, is natuurlijk altijd wat wij ook altijd heel leuk vinden om eigenlijk naar de oorspronkelijke betekenis van woorden te gaan. En dan zegt hij, ja, dat was helemaal niet. Negatief, dat het woord propaganda negatief geworden is pas later gekomen. Ik wist dat bijvoorbeeld niet. De eerste betekenis is dus blijkbaar 1627. Het ging om congregatie van kardinalen. Om uiteindelijk iets uit te dragen. Nou, vond ik wel weer leuk. Dus hij zegt hier van propaganda wordt kwaadaardig en laakbaar als de auteurs bewust leugens verspreiden. Nou, dat is elke keer wel interessant. Dus wat hij in dat boek doet, daar schrijft hij eigenlijk, als je dat boek zit te lezen, denk je, nou, dat is allemaal heel erg zinvol wat hij schrijft. En dat moet fair en ethisch relevant zijn. Wat hij dan aan de hand in de praktijk heeft gedaan, je noemde al even Banana Republic komt overigens daar vandaan, dat woord. Doet hij precies het tegenovergestelde, waar hij dan aan de hand alweer spijt van heeft, et cetera. Maar het is bijvoorbeeld net zoals het woord kritiek. Kritiek is eigenlijk gewoon een reflectie op iets. Hoeft niet per se negatief te zijn. Maar op een gegeven moment krijgen begrippen een andere inhoud. En dat legt hij hier uit. Ja, ik had dat waren dingen die ik heb opgeschreven. Het enige wat me nog opviel was in de footnote op pagina 104. En dat gaat over Pritchett. In die pagina daarboven wordt het dan gaat over Pritchett. Maar Ja, interessant, ja. Pritchett die heeft het over hoe de problematiek eruit komt te zien in Palestina. Hij had een bezoek gebracht aan Egypte, Palestina en Griekenland. Maar wat ik dus voor mezelf dacht, hij vrek, hij, die kerel had echt, die had het echt goed gezien. Dat er uiteindelijk problemen komen tussen de Joden die daar zijn toegelaten, neergeplant. Ja, het sionisme. Ja, dus en nu, ja, niet zeggen nu, maar dat is natuurlijk al een aantal decennia, een aantal, wat is het, 50 jaar of zo, denk ik, dat er echt al ernstige problemen zijn daar. Dus Maar ja. hij noemt dat voorbeeld en met een aantal andere voorbeelden, omdat hij zegt van als je iemand laat spreken als autoriteit, dan wordt het als waardevoller gezien en geaccepteerd. Dus, en dat zie je natuurlijk permanent in de media, maar dat zie je ook op het nieuws. Dan wordt iemand geïnterviewd en dan is dat, ik zeg maar wat, als het over een conflict gaat, dan is dat Rob de Wijk en dan zegt hij, ja, professor Rob de Wijk van bla bla bla. En dan is zijn mening veel relevanter dan een andere. He, dus ik zou maar zeggen, dat zie je in de Oekraïne bijvoorbeeld ook. He, in het hele conflict. Dus er worden mensen geïnterviewd. Oekraïne moet winnen. Professor, dokter, bla bla bla. Misschien is daar ook iemand anders die zegt van nee, laten ze maar snel vrede sluiten.
et cetera. En dan zou je, daar zou je ook voor kunnen kiezen. En dat is wat hij hier laat zien. En hij zegt dan bij die Dr. Pritchett, Carnegie Stichting, wij kennen Carnegie van het Vredespaleis. Dan zegt hij van ja, nee, omdat ze hen dus daarover vragen, heeft die mening die daar geventileerd wordt, krijgt meer waarde. Ja. Ja, Dus een beetje Dr. Clavan-principe van Cote de Bie. Oh, dat ken ik niet eens. Ja, dat is die wetenschapper, Dr. Ja, dat weet ik Clavan. niet eens. Ik weet niet, maar jij was natuurlijk Daar wordt dat meer. eigenlijk Ja. humoristisch wordt dat onderbouwd. Nou ja, je ziet, het is wel bijzonder, want je ziet het natuurlijk ook in allerlei praatprogramma's. Dan worden dat bekende Nederlanders uitgenodigd aan tafel, omdat zij een bepaald aanzien hebben in Nederland, laat ik het even zo zeggen. En dan worden ze op onderwerp gevraagd waar ze eigenlijk helemaal geen verstand van hebben. Maar dan geven ze toch een mening. En dan heeft het dus toch waarde, die mening, omdat die persoon een bepaalde aanzien heeft in de maatschappij. Dat is wel heel bijzonder. Eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, sorry, dit is een onderwerp waar ik niet zo van af weet. Het is beter dat jij even een expert voor vraagt. Nee, we zitten gewoon lekker in de tafel en brallen gewoon lekker mee met al die mensen. Maar goed. De nieuwe propagandisten. Voor mij niet een heel uitgebreid hoofdstuk, maar wat hij zegt, de nieuwe propagandisten, 28 voor duidelijkheid, hè. Het zijn dus de onzichtbare leiders op vele vlakken. Eigenlijk een beetje een verwijzing weer naar het eerste hoofdstuk. Maar wat hij verder beschrijft in het hoofdstuk is een soort omschrijving van wat hij ziet als de PR-adviseur. Dus hij heeft, zeg maar, de propaganda laat hij een beetje los en hij maakt een titel die wat interessanter klinkt. Dat was denk ik een beetje de beleving die ze hadden op dat moment. De PR-adviseur zoals Bernays dit voor zich zag. Wat doet die persoon? Wat moet hij doen? Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat je mensen die onzichtbare leiders op vele vlakken zijn, en hoe je die kunt gebruiken om ja, PR-verhalen te maken. En meer had ik er ook niet over. De psychologie van public relations. Ja, dat vind ik natuurlijk een heel interessant hoofdstukje, omdat om de massapsychologie gaat. We hadden net even, voordat we met de podcast starten, ging het even over Borussia Dortmund. En dat ze gewonnen hebben van Paris Saint-Germain in Parijs. En om bewust even niet meteen, ik zal maar zeggen, Mussolini en Hitler erbij te halen. Is natuurlijk, dat zie je bij voetbal ook. Mensen willen onderdeel zijn van een groter geheel. En een voetbalstadion is wat dat betreft. Denk ik waarschijnlijk een van de meest geaccepteerde voorbeelden van massapsychologie. Waar iedereen in bepaalde kleuren naartoe gaat en dan samen juicht. En dan ontstaat er een soort gevoel. Ik vind dat persoonlijk heel beangstigend. Kan er ook helemaal niet tegen. En hij verwijst hier naar Le Bon. En er staat dan bijvoorbeeld, ik weet niet of het in de voetnoten staat, maar dat Hitler en Mussolini, ook door Le Bon, een Fransman is dat, geïnspireerd zijn. Ja, en dat is wat je doet. Dus als je bijvoorbeeld naar Hitler zit te kijken en Leni Riefenstahl en Triomf des Willens en de Olympische Spelen van 36, et cetera. Ja, dat is die massapsychologie. Ja, en dat doen we uiteindelijk. Er zit natuurlijk een stap ertussen. Dus, ik zal maar zeggen, vergeef mij de ongenuanceerdheid. Maar dat zie je natuurlijk bij een hele hoop andere dingen ook. Dat zie je ook bij kijk maar in Nederland, Oranje. Het is wij zijn één. Normaal gesproken praten we niet met elkaar. En zijn we schofterig. Niemand staat voor elkaar op in de tram. Maar als Oranje speelt, dan vallen we elkaar om de hals, want we hebben allemaal een oranje shirt aan. Dat is massapsychologie. Nou ja, ik ben zo'n iemand die dan in het stadion zit van Borussia Dortmund. In Dortmund, het Westfalenstadion, zoals de fans dat noemen. En dan zit je in een stadion met 80.000 mensen. En het geeft ook kippenvel. Het is angstaanjagend, maar het geeft ook kippenvel. Tuurlijk. En het is bijzonder om te ervaren en om één te zijn van iets, zeg maar. Ik zat er gisteren in de tekstjes van. Mijn zoon en ik zaten gisteren tijdens de wedstrijd met elkaar te appen. En dan heeft hij het ook echt heel bewust over we. Ik denk nog altijd in Ja. zij, die spelers, maar hij heeft het over we, weet je wel. Dus Ja. dan zie je dat wel spelen. En ik vind dat wel bijzonder. Ja, maar als je 80.000 mensen, bijna 80.000 mensen zingen, You Never Walk Alone of zo, of het maakt niet uit. Of als je bij een muziekconcert bent en je zingt allemaal mee met de muzikant, is het een beetje hetzelfde. Je voelt je onderdeel van het geheel en dat is een fijn gevoel, want je hebt niet het gevoel dat je uiteindelijk aan je lot wordt overgelaten. Hè? Dus
Maar uiteindelijk, als je weer naar huis gaat en je zit in je eigen woning, ja, dan word je wel weer aan je lot overlaten en ben je wel weer in je eentje. Wat ik wel leuk vind, wat natuurlijk hier gebeurt, is omdat ja, dat boek natuurlijk 100 jaar oud is, dat hij gewoon bepaalde dingen uitlegt. Hè? Dus bijvoorbeeld, je wilt bijvoorbeeld even iets heel banaals of praktisch. Er zit een voorbeeld in bladzijde 139, 140. Bijvoorbeeld, je wilt meer piano's verkopen. En dan zegt hij van, nou, dan moet je dus hele belangrijke architecten en woontijdschriften, moet je dus vragen daar een vleugel neer te zetten. We kennen dat allemaal wel. Dus als jij een zieke woontijdschriften zit, dan staat daar zo'n zwarte Steinway vleugel staat er ergens in zo'n kamer. Ik weet helemaal niet of die mensen allemaal heel veel spelen, et cetera. En dan hebben de mensen op een gegeven moment het gevoel, ja, nee, maar als ik ook wat voorstel, dan moet ik ook zo'n muziekkamer hebben, et cetera. En hij laat elke keer dan weer zien dat dat dan naar de hand functioneert. En dat dan op een gegeven moment dan, en dat in die documentaire wordt dat bijvoorbeeld ook heel goed uitgelegd, dat dan op een gegeven moment gewoon die cijfers allemaal gaan stijgen. Maar het is wat hij heel goed laat zien, is eigenlijk, je moet die behoefte creëren, zodat mensen intrinsiek daarna gaan verlangen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je zegt niet van, hé, kijk, piano's in de aanbieding. Nee, mensen worden eigenlijk gewoon gebrainwashed van, hé, als ik wat voorstel, dan heb ik dat ook nodig. En dat is, de auto werd natuurlijk ook even genoemd op 136. De auto is het symbool van de sociale positie. Het is niet zo dat je een auto dan koopt omdat je niet weet hoe je van A naar B moet komen. Nee, jouw buurman heeft bijvoorbeeld een grotere auto gekocht. Dan moet je ook een grotere auto hebben. Of je hebt een bepaalde positie. Of jouw collega's die parkeren dat ding ook allemaal in de garage. En als jij daar dan met je fiets naast staat, dan stel je niks voor, zou ik maar zeggen. Dat is waar het hier om gaat. En dat wordt hier goed uitgelegd. En dit is al, het handel en het publiek, dat is een beetje al waar het over gaat, waar je naartoe gaat. Want ook bijvoorbeeld het verhaal over dat zijde, weet je, dan komen die zijdefabrikanten naartoe, die merken dat ze veel minder produceren. Of hoedenmakers, de hoeden werden steeds kleiner. Het allemaal dat soort verhalen waar dus uiteindelijk gaat hij dan kijken, oké, wat kan ik doen in deze markt? Waar moet ik zijn? Wie zijn de belangrijke spelers? Wie zijn de nieuwe propagandisten, zeg maar, in deze wereld. Waar moet ik zijn om de oorspronkelijke waarde te vinden om dit te kunnen beïnvloeden met elkaar? En dat is wel bijzonder van een aantal van die voorbeelden die hij toelicht over waar hij naartoe gaat, waar hij begint, zeg maar. Dus als je de zijdeproductie in Amerika achteruit wil, gaat hij naar Parijs, gaat hij naar Frankrijk, naar de modemensen daar, om het daar zeg maar, te embedden. En dat vind ik wel echt mooi. Als je zo goed nadenkt over de essentie van het product en hoe je dat kunt organiseren. Ja, en dan weet hij dat op een gegeven moment dat 2 stappen later dan in een Amerikaanse modetijdschrift terecht komt. En dat op een gegeven moment gewoon die vraag weer gaat stijgen. Ja. En de mensen dus die zijde weer willen hebben. Wat ik ook interessant vond was, heeft een bepaald moment in het hoofdstuk over handel en publiek, over aandeelhouders en bedrijven en dat die dus aandelen te koop hebben, zeg maar. En dus dat het voor bedrijven essentieel is dat ze aan PR doen, aan propaganda doen. Want die bedrijven moeten zichtbaar zijn voor de mensen die aandelen kopen. En daar noemt hij in principe van zelfs dat we dus een bredere verspreiding van welvaart in Amerika krijgen. Voor duidelijkheid, het gaat over dus mensen die het al goed hebben, want die kunnen investeren in aandeel. Dus niet echt een heel brede verspreiding van welvaart, maar goed. Wat hij ook zegt, als je kijkt naar het ethische stuk, is de PR-activiteiten van bedrijven mogen niet een schutkleur zijn waarachter de eigenlijke doelen worden verborgen. En dat legt ik automatisch natuurlijk schutkleur de link met greenwashing. He, dus het is een schutkleur van wat je doet om iets te positioneren, terwijl eigenlijk op de achtergrond gebeurt het werkelijke verhaal bij dat bedrijf. Hij zegt dat mag niet, maar het is gewoon iets wat gewoon elke dag gebeurt. En daar noemt hij dus later dat ethische leden van deze industrie, pagina 167, moeten gebruik maken van het wapenpropaganda om de waarheid onder de aandacht van het publiek te brengen. Ik vond dat wel heel bijzonder. Dat dus eerst is het programma, propaganda is het om iets duidelijk neer te zetten, om iets te positioneren, om mensen te beïnvloeden. Maar later is het weer een wapen om de waarheid onder de aandacht te brengen. Het is als een bedrijf oneerlijke reclame maakt, dan heb je propaganda om dat aan te vechten. Ik vond het een bijzondere.
Nou, dat is in principe wat je hier elke keer weer terug ziet komen. Dat is in het volgende hoofdstuk exact hetzelfde, die ambivalentie. Ja. Dus als je het boek leest, dan zegt hij van ja, het moet allemaal ethisch zijn. En als iemand niet ethisch is, dan moet je er nou juist tegen ingaan en dan is dat belangrijk. En hij zet zich dan in voor vrouwenrechten en voor tegenwoordig zijn het dan ook mensen van kleur, et cetera, waar heel vroeg, en dat is jaren 20, hè, dus dat is 40 jaar voordat Rosa Parks daar gaat zitten, zou ik maar zeggen. En dat legt hij ook allemaal uit. Dus aan de ene kant is het een hele progressieve, eigenlijk democratische, eigenlijk Europees georiënteerde Woodrow Wilson, dat is democratisch, dat is Volkenbond, dat is Verenigde Naties, mensenrechten, weet ik wat allemaal. En aan de andere kant zie je dan wat hij zelf doet. Daar komen we nog op met de Bananenrepubliek, et cetera. Dan denk je van ja, die man is ongelooflijk ambivalent. Dus dat wat hij hier theoretisch allemaal uitlegt, denk je van ja, dat is allemaal heel erg ethisch. En dan bellen ze hem op en dan laten ze zich toch weer voor die kar spannen. Dat is een beetje het gevoel wat je elke keer bekruipt. Ja, even kijken. Ik zit te denken, want waar zit het voorbeeld ook alweer wat je net zei? Nou, bijvoorbeeld in het volgende hoofdstuk van propaganda en politiek leiderschap staat Ja. bijvoorbeeld: gelukkig is de eerlijke en begaafde politicus in staat om door middel van het instrument van propaganda de wil van de mensen te vormen en aan te passen. En dan is het veel meer vanuit hogere doelen. En dan citeert hij Benjamin Disraeli, de Engelse premier: ik moet de mensen volgen, ben ik niet hun leider? En dan schrijft hij daarachter. Hij had daaraan kunnen toevoegen: moet ik de mensen leiden, ben ik niet hun bediende. In het Amerikaans zal het zijn servant. Dus je staat in diensten van het algemeen belang en van het volk of van je maatschappij, et cetera. En dan zegt hij van ja, het is belangrijk. En dan zegt hij: oké, die politieke apathie van de kiezers, overigens is niks veranderd. En dan zegt hij van ja, nee, het is belangrijk dat die politicus zorgt dat die boodschap goed overkomt. En dat de mensen. Dus dat zou je in principe nu ook kunnen zeggen. Dus als bijvoorbeeld Trump dat veel geschikter en veel, veel effectiever doet, zie je overigens heel sterk bij alle populisten, zijn op TikTok en zijn ze allemaal veel, veel succesvoller dan alle andere partijen. En dan kun je natuurlijk de positie innemen van: hé, jongens, die noem het maar meer democratische. Of niet-populistische partijen, die zouden veel meer professioneel met die media moeten omgaan om die jongere generaties niet te verliezen aan de. Maakt niet uit welk land je neemt. Eens. Het hoofdstuk Vrouwenactiviteit en Propaganda is een vrij kort hoofdstuk. Hij heeft het over de suffragettes bijvoorbeeld. Als je inderdaad in het hoofdstuk Who's Who zie je ook best wel veel vrouwen voorkomen. Overigens, hij is ook in het geheim getrouwd met een vrouw en die vrouw behield ook zijn eigen naam. Dus op heel veel fronten waren ze ook voorlopers. En die vrouw tegelijkertijd, hij was de man, dus hij was degene die zichtbaar was. En die vrouw op de achtergrond organiseerde best wel veel dingen, schreef veel dingen voor hem. Dus hij had veel invloed, maar wel onzichtbaar. Dus het was een kort hoofdstuk, maar het was wel bijzonder om te zien hoe hij zich ook inzette voor de rechten van de vrouw in het stuk. Wat ik zelf wel een bijzonder hoofdstuk vond, is propaganda in het onderwijs. Ja, fantastisch. Had jij dus ook. Waar hij dus laat zien wat het belang is van het onderwijs en dat op de agenda zet. Tenminste, zo heb ik het vertaald. En dus, wat hij zegt is: het publiek moet de waarde hiervan in gaan zien, zodat er meer middelen naar het onderwijs kunnen. In het bijzonder het publiek schoolsysteem, hè, dus waar juist nu heel veel problemen in Amerika mee zijn, voor een betere betaling van de onderwijs bijvoorbeeld. Hè, de waardering van deze beroepsgroep moet echt hoger. En dat is vandaag de dag nog steeds een punt. Hè, dat zie je nog steeds, dat is een onbelangrijk. Pagina 221. Mannen die volgens algemeen aanvaarde standaarden in onze Amerikaanse samenleving mislukkingen zijn of zeer bescheiden successen hebben behaald, proberen zeer succesvolle zaken, mannen, ervan te overtuigen dat zij hun geld moeten geven aan idealen die zij niet najagen. Mannen die door hun gevoel van minderwaardigheid geld verafschuwen, proberen sympathie te winnen van mannen die van geld houden. Wat hij dus hier schetst is waarom het zo ingewikkeld is voor een school, voor onderwijzers, om meer geld te krijgen voor het onderwijs. Omdat
die onderwijzers in, wat hij, zoals hij het beschrijft, voor duidelijkheid, dus eigenlijk mislukkingen zijn in de maatschappij. Hè? Dus zij hebben geen succesvolgende definitie van de Marokkaanse maatschappij, dus zij zijn mislukkingen. En zij proberen dus geld op te halen, want dat geld zit bij die rijke mensen, van mensen die dus in de ogen van de maatschappij heel succesvol zijn. Dus zij zijn eigenlijk de mensen die niet succesvol zijn en daarmee waarschijnlijk ook geld voor afschuwen. Hè, dus het zegt dat is niet van betekenis. Maar ze moeten wel geld ophalen om het onderwijs te verbeteren en het een betere plek te geven in de maatschappij. Om gewoon de zaken beter. En dat lukt dus niet, want je moet het geld ophalen van iemand die van geld houdt. En dan moet jij die overtuigen dat je het geld nodig hebt. Nou, dat is dus wel. Ik vond het een heel bijzonder hoofdstuk. En ik vond ook dat hij er goed naar kijkt, dat je een goed beeld heeft over hoe belangrijk het onderwijs is. Ja, ik vind bijvoorbeeld ook de zin die op 221 staat, aanvullend, ook eigenlijk fantastisch en ook weer heel erg interessant bij hem als persoon. Hij zegt, de succesvolle zakenman bekritiseert de grote universiteiten omdat ze te academisch zijn, comma, maar zelden omdat ze te praktisch zijn. Men kan zich voorstellen dat deze sleutelfiguren onze universiteiten willen laten specialiseren in toegepaste wetenschap, praktische verkooptechnieken of industriële effectiviteit. En nu komt het. En in veel gevallen kan het zo zijn dat de vraag van de potentiële sponsors van onze universiteiten, nu komt het, in tegenspraak is met de belangen van de wetenschap en de cultuur in het algemeen. Dus hij pleit eigenlijk voor de rol van de overheid, staat onderwijs vrijmaken van commerciële belangen. Precies die discussie die we overigens 100 jaar later exact zo voeren. Is de universiteit of de hogeschool een fabriek waar mensen zo snel mogelijk met gespecialiseerde vakkennis worden als een soort lopende band van de lopende band komen en zo snel mogelijk in het productieproces ingezet kunnen worden? Of, en dat is eigenlijk de positie die hij inneemt, is het in het belang van de cultuur en de wetenschap in het algemeen dat de universiteit of scholen ervoor zijn kritische burgers en wetenschappelijk geïnteresseerde burgers daar op te leiden. En dan is dat precies dezelfde man die voor die, ik zal maar zeggen, die succesvolle zakenman die hij hier bekritiseert, is exact zijn opdrachtgever. Het is natuurlijk uitermate fascinerend. Ja, ik vond het echt. Ik vond het een van de meest interessante hoofdstukken van het boek over het onderwijs. Misschien omdat het mij raakt, maar ook weer die dubbel die erin zit, maar ook gewoon de actualiteit hierin. Het is dat het nog steeds een issue is. Dan het hoofdstuk propaganda in dienst van de maatschappij. En dat is ook wel ook een bijzonder hoofdstuk. Dit gaat dan ook bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk of over filantropie. Hij zegt, dit werk kan alleen bestaan dankzij de vrijwillige ondersteuning van welgestelden. Is het verplicht om continu gebruik te maken van propaganda? Het is, als je kijkt naar de maatschappij, dan moet je dus gebruik maken van propaganda om die mensen te werven die jouw geld schenken. En dan zegt hij, als een voorbeeld heeft hij het over, dat we bijvoorbeeld PR moeten maken over groen in de omgeving, groen in de wijk, groen in de stad. Zodat je, als je daar PR van maakt, dus dat je laat zien dat dat heel belangrijk is voor mensen, dat je er daarmee middelen kunt vrijmaken, dus belasting kunt heffen voor de aankoop van parkfaciliteiten. En dus je moet PR voeren, bijvoorbeeld als je nadenkt over een groene wijk in je stad, dan moet je als gemeente, moet je daarvoor PR voeren bij de burgers, dat je laat zien, dit is heel belangrijk voor ons, maar niet alleen bij de burgers, ook dus bij die welgestelden die uiteindelijk dus die belasting moeten gaan betalen om dit mogelijk te maken. Want als zij dus niet het nutten van inzien, gaan ze natuurlijk dat geld niet geven of gaan ze protesteren. Dus moet je laten zien dat het heel belangrijk is voor iedereen in de maatschappij. Dus maatschappelijke vooruitgang is een eenvoudig weg het progressief onderwijs en verlichten van de publieke geest met betrekking tot zijn directe en minder directe sociaal problemen. Ik vond ook dat wel heel bijzonder, dat je dus als overheid verplicht bent om heel zichtbaar, maatschappij verplicht bent om heel zichtbaar te worden in je product of dienst. Dus als je een sociale instelling bent of als je vrijwilligerswerk hebt. Die mensen doen dat vaak uit de kern, hè, uit hun eigen systeem. Dus de bron zit in hunzelf. En ze vergeten daardoor dus andere mensen er warm voor te maken, omdat ze er zelf zo warm over zijn, dat ze dus daarmee dus geld binnenhalen. Dat is best wel een issue voor die mensen, want zij verafschuwen eigenlijk vaak ook gewoon geld.
Ja, nog even terug naar de historische context. Bijvoorbeeld Ja? op bladzijde 232. Dat voorbeeld wat hij noemt is, en dat is eigenlijk van helemaal niet meer voorstelbaar, noemt hij: maatschappelijke organisatie kwam in verzet tegen de praktijk van het lynchen. Nou, we weten allemaal wat dat is. Jaren 20. En hij is dus actief geweest voor de National Association for the Advancement of Colored People. Nou, dat moet in die tijd, New York establishment, et cetera, wit Amerika, is echt wel een ander verhaal dan de jaren 60. Dus dat is 40 jaar eerder. En dan wordt ook gezegd dat hij op een hele hoop dingen dan weer vooruit liep. En dan zegt hij op bladzijde 235, de conferentie, en dan gaat dan aan de hand voor de conferentie georganiseerd, bla bla bla, heeft hij natuurlijk gedaan. De conferentie had zeker zijn effect in de opbouw van raciaal bewustzijn en solidariteit met Afro-Amerikanen. Jaren 20. Dus de man is, ja. Die ambivalentie blijft in elk hoofdstuk een rol spelen. Oké, om ervoor te zorgen dat het deze aflevering ook nog een beetje binnen het perk blijft wat betreft tijd. Rond ik hem graaf af. Er is nog een hoofdstuk over kunst en wetenschap. En dan het laatste hoofdstuk is de werking van propaganda, waar u dus vooral laat zien hoe je dit organiseert en wat de verschuiving was in die tijd, onder andere van lezingen geven naar de krant en van de krant naar radio en van de radio en televisie. Dus er zijn een beschrijving over waar je kunt de uitingen kunt plaatsen en wat dat verschil in zit. Dus hij schrijft eigenlijk in het kort, vanuit die tijd gezien uiteraard, wat de middelen zijn die je als propagandist tot beschikking hebt, als PR-adviseur, zoals hij dat zo mooi noemt. Daarmee zou ik hem willen afronden. Maar heb jij nog andere dingen die je echt nog wilt benoemen? Ja, wat ik nog wel interessant vind in het laatste hoofdstuk is 253. De Amerikaanse film is onbewust de grootste drager van propaganda in de huidige wereld. Dat is bijvoorbeeld iets wat we ons ook helemaal niet realiseren. Denk bijvoorbeeld aan zo'n film als Top Gun met Cruise. Ja, waar zou dat nou vandaan komen? En als bijvoorbeeld kinderen zitten te gamen. Er is toch, ik zal maar zeggen, die levels in acceptatie dat we maar door op een knopdruk, ik zal maar zeggen, mensen killen. Hè, want dat is ook de wording die er dan door kinderen gebruikt wordt. Dat ik dan denk van ja, soms realiseren we ons ook helemaal niet hoezeer deze manier van framing en noem het dan maar toch propaganda in alle haardvatten van de samenleving zitten. En juist omdat we allemaal in beeldschermen zitten en op mobiele telefoons, et cetera, worden we eigenlijk permanent gebombardeerd met allerlei dingen en allerlei feiten, tussen aanhalingstekens, en daarom staat er wel fake news op de voorkant van de kaft, waar we ons eigenlijk veel vaker kritisch moeten afvragen: waarom krijg ik dit eigenlijk? Waarom word ik hiermee bekogeld? En waarom juist met dit item en niet met een ander item? Waarom juist met deze mening en niet met een andere mening? En dat zie je bij de praatprogramma's overigens ook. Hè? Dat als het heel lastig wordt, of het nou corona was of andere dingen, et cetera. En je zou dat dus bijvoorbeeld terugkijken. En bijvoorbeeld iemand die op dat moment. Het gaat helemaal niet om wat ik dan vind. Want ik ben ook als een van de eerste meteen heb ik die inenting gehaald. Maar als je ziet hoe met afwijkende meningen dan aan zo'n tafel omgegaan wordt. En hoe zo'n tafel ook hoe de sprekers worden neergezet. Hoe dat dan bijvoorbeeld één persoon, iedereen richt zich dan op diegene en die wordt dan afgeschoten. Publiekelijk, en daar zitten dan heel veel mensen naar te luisteren of naar te kijken, daar zouden we ons toch als kritische burgers wat vaker naar dat metaniveau moeten gaan en ons af moeten vragen: waar zit ik eigenlijk nu naar te kijken of wat zit ik nu eigenlijk te lezen? Of bij de reclames zien we het nog eerder: hè? De auto met de vele pk's, hè? En de mannelijke, masculine, onbewuste behoeftes blijkbaar. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, bekijk in ieder geval die documentaire. En als je het interessant vindt, lees het boek. Omdat je daar echt elke dag wat mee kunt. En wat ook grappig is, of bijzonder, is dat er deze week is de nieuwe tegendocumentaire op YouTube beschikbaar gekomen over waarom reclames verboden moeten worden. Link zal ik in de show notes Ah, opnemen. Dus interessant. dat sluit hier echt op aan over. En dan zie je ook verschillende groepen mensen die dat dan in Londen en in Frankrijk organiseren. En ook uitgelegd, en dus ook een of andere
van mij, een jurist of zo, die dat ook bepleit. Dat, dus waarom dat dan zo belangrijk is. En die heeft dat ook bijvoorbeeld op wat jij zegt. Hè, dus kijk dus op een metaniveau naar van wat gebeurt hier eigenlijk? Wat krijgen we van elkaar? En een voorbeeld wat we eerder besproken hebben, bijvoorbeeld Grenoble, dat een reclamevrije stad is en hoe die burgemeester eigenlijk uiteindelijk gekozen is op dit onderwerp. Dat is ook heel grappig. Ja. Dat komt in die documentaire mooi naar voren. Oké. We hebben het al gezegd, documenteren The Century of the Self. Super interessant in die VPO teruggelegd. Het boek aan zich, ik ben blij dat ik het gelezen had. Ik had het anders waarschijnlijk niet gelezen. Ik vind ook dat Tony het goed gedaan heeft, het boek. Wat je zou kunnen zeggen is een aantal dingen misschien juist achter het boek had moeten zitten. Maar dat is denk ik een detail. Voor de rest vond ik dat hij het goed gedaan heeft. En ook zeker het laatste hoofdstuk, zeg maar, van Who is Who. Super interessant om door te lezen. Ja, en ook grappig dat een boek uit 1998, en daarom had je het ook gekozen natuurlijk, hè? Als je kijkt wat het effect van propaganda vandaag de dag is, niet alleen met verkiezingen, maar op alle aspecten, dat het zo'n actueel boek is, terwijl het bijna 100 jaar geleden geschreven is, van een man die bijna 100 jaar in deze branche actief was, en op laatst ook als een soort vader van de propaganda werd gezien, nog steeds. Dus ik vond het interessant om te lezen en ik dank je wel. Overigens, je hebt het boek zelf aangeschaft, Tom, voor ons beiden. Ja. Dus we hebben het dit keer niet gekregen, mag je ook af en toe wel een keer zeggen. Dus, nou, dat. Ja, het was ook weer een genoegen. Het dwingt ons inderdaad soms dingen te lezen die je al heel lang wilt lezen. En dit was een van die boeken. Nou, dan. Hopelijk vond jij het net zo leuk om te luisteren. En denk nu, oh, ik ga dit boek lezen als wij dat hebben gehad. En dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. En dankjewel, Tom. Dankjewel, Anna.